Marit Bosman. Goedemorgen, het is vandaag de dag dat ik naar Stockholm ga. Het is op dit moment 5:30 in de ochtend. Ik moet echt super vroeg weg en dat heeft te maken met werkzaamheden. Er rijden geen treinen richting Schiphol, dus ik moet via Muiderpoort en dan Belmer Arena en dan met de bus. Dus ik heb wel wat opties daarvoor, omdat ik altijd problemen heb met het OV. Dus ik dacht, ik wil niet te laat komen, dus ik ben iets eerder weggegaan. Liever op tijd dan te laat. Ik heb mijn koffer nu redelijk klaar. Ik heb toch wel iets meer meegenomen dan dat ik eigenlijk van plan was. Maar zo in dit zin dat je denkt, oh, misschien kan ik dit ook nog meenemen. En dit ook nog meenemen. En dit ook nog meenemen. En uiteindelijk heb je dan weer een hele volle koffer. Ik ga dus met 1 ruim bagage en 1 handbagage. Dus gewoon mijn rugzak. Omdat dat gewoon net iets handiger was. En ik kreeg ook net een melding met de vlucht is vol. Dus check je handbagage in. Want de vlucht is gewoon oprecht vol. Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ik heb echt een beetje kriebels in mijn buik. Echt, vannacht kon ik ook echt niet slapen. Elke keer werd ik wakker omdat ik dacht, oh, straks doet mijn wekker het niet of zo. Maar mijn wekker is afgegaan. Ik werd ook net iets voor mijn wekker wakker. Dus dat is in ieder geval helemaal top. En dan ga ik zo die kant op. Ik heb de trein om 6:50 volgens mij. Maar die staat er om 6:15 al. Dus zorg ik in ieder geval dat ik om 6:15 lekker in de trein zit. Dan ben ik in ieder geval op tijd. Dus dat is het plan voor vandaag. Vlucht voor mij, want ik kan echt een klein beetje turbulentie en ik ga al helemaal slechter op. Dus dat was inderdaad ook het geval. We hadden echt een heel klein beetje turbulentie. Maar ja, ik zweette me helemaal kapot. Nu heb ik tickets gehaald bij Arlanda Express. Dat was voor mij, omdat ik onder de 25 ben, was dat 160 Zweedse kronen. Dus dat is ongeveer 16 euro. Als je boven de 26 bent, dan is het 60 euro voor een retour. Dus ik was veel goedkoper, eigenlijk de helft goedkoper bijna. Dus dat is wel heel erg fijn. En vanaf hier gaat er dan elke 20 minuten een trein, een soort van Arlanda Express, richting Stockholm Centraal. Het was echt een hele mooie rit hier naartoe. Ik zat mijn ogen echt wel uit te kijken, dus ik dacht, ik kan net zo goed naar huis gaan. Het is echt heel erg mooi, want ik ben wel vaker natuurlijk in Zweden geweest. Maar eigenlijk nog nooit in de sneeuw. Het is echt heel erg mooi. Nu moet ik ongeveer 5, misschien 10 minuutjes lopen als ik verkeerd loop. Naar het hostel waar ik ga verblijven. Aangekomen in het hotel. Het is dus een hostel, de Generate, dat ik als tip gekregen. Dus ik heb hier lekker mijn truien opgehangen, waaronder ook de ABBA kersttrui. Die ga ik aandoen naar het ABBA museum. Hartstikke leuk. Wacht, ik draai even mijn camera om. Misschien is dat net wel wat makkelijker. Hier kom je dus binnen. Hier heb ik mijn koffer even neergelegd en dan de truien uitgestald. Hier heb je een leuk bureautje. Sneeuwboots. en ook best wel cool uitzicht. Maar ik had het net al dicht gedaan. Want iedereen kan zo rechtstreeks naar binnen kijken. Het is dus nu 3 uur. En het is nu echt schemerig aan het worden. En dat is wel een beetje gek natuurlijk. Dus daar moet ik nog wel even aan wennen. Maar echt wel op een leuk hoekje. Dus net mooi uitzicht. Kan die straat in kijken. En dan leuk om dat te zien. Dus mooi om morgen mee wakker te worden. En dan is dit mijn megabed. Echt. Ik denk dat het 3 persoons is. Dus echt bizar. Echt, nou, mijn bed is normaal, zeg maar, mijn voeten eind hier, mijn hoofd daar. Het is echt insane. Dus ik kan, zeg maar, zeester en dan is er nog steeds ruimte over. En dan heb ik hier de badkamer. Ik had wat dingetjes neergelegd daar.
En daar zo ook, want ik ga zo meteen lekker douchen omdat ik dus echt een heftige vlucht had voor mijn doen. Dus ik zweet hem helemaal kapot, dus ik ga hem even lekker opfrissen. Dat doe ik dus in deze badkamer. Zo, ik heb me heerlijk opgefrist, gedoucht. Ik heb het een beetje gefund, zodat ik niet met volledig nat haar naar buiten ga. Vanavond is het Lights Festival, of dat is in ieder geval de hele week. Dat is van de Nobelprijs van het museum. Die hebben elk jaar een soort van Light Festival, Licht Festival midden in de stad. En vanavond is de laatste avond, dus ik ga sowieso even een kijkje nemen. Wat de rest van mijn planning wordt, heb ik eigenlijk nog geen idee. Ik laat me gewoon even verrassen. Ik doe nog wel een beetje rustig aan, want vanochtend ben ik echt super vroeg opgestaan. Mijn wekker ging echt 4:15, dus misschien dat ik ook wel iets eerder hier zo mijn nest in duik of gewoon lekker op mijn telefoon blijf zitten en dan de rest van de dagen iets meer ga doen. Maar ik ga in ieder geval even kijken bij dat Light Festival, omdat dat natuurlijk wel vanavond is. Wat ik ga doen met eten, ik heb wel wat leuke tips opgeschreven, maar nog niet echt een planning gemaakt wat ik vandaag ga doen. Wat ik vanavond ga doen. Ik ben wel een beetje in de war met de tijden, want het is echt super donker en het is op dit moment nog maar 3:15. Dus ik moet er echt nog even aan wennen dat ik zoiets heb van, oh ja, het wordt hier heel vroeg donker. Daar moet ik nog wel even aan wennen. Dus mijn tijdsbesef, ik heb echt zoiets van, oh, het is al 7:00. Ik moet haast maken en dan is het nog maar 3:15. Dus ja, daar moet ik nog wel even aan wennen, maar dat zou vast wel goed komen. Ik ga in ieder geval lekker mijn rugzak meenemen. Heb ik mijn handschoenen in zitten, mijn portemonnee, wat handschoenen, lekkere muts, mijn powerbank en dan ga ik even een rondje lopen. Ik heb echt lekkere rode wangetjes. Ik heb echt wel koud gezicht. Ik ga denk ik zo even mijn muts op doen. Maar ik ben lekker de stad rond aan het lopen. En die lichtjes overal kijken. Het ziet er allemaal overdag super gezellig uit. Ook sommige dingen doen die überhaupt niet eens mee. Zoals die herten die je hiervoor zag. Maar dat is gewoon wel leuk om even een rondje doen door de stad. Zondag. Ze was niet te hoeven reserveren. Het is zo druk in de stad. Ik had net echt al 2 burgertenten waar ik dacht, oh lekker, ga ik heen. Had ik van tevoren opgezocht, maar alles was vol. Dus ik heb mijn hopen nu op gevestigd op een taco zaak wat hier zit. En dan hopen dat ze daar plek hebben. En anders ga ik gewoon even lekker naar de McDonald's. Want ik ben echt een beetje moe van al het lopen. Ik ben weer terug in het hotel. Ik dacht misschien wel leuk om even te vertellen wat ik van vandaag vond. Ik vond sowieso het uit eten gaan echt een mega overwinning. Want ik vind het altijd wel een dingetje om echt uit eten te gaan in je eentje. Nou, nu had ik echt een heel fijn plekje ook aan het raam. Dus zat ik met de rug naar de mensen toe en kon ik lekker naar buiten kijken. Dus dat had de ober goed in de gaten. Dus dat was gewoon, ja, uiteindelijk viel me echt heel erg mee. Vliegen vond ik nog steeds echt doodeng. Bij een heel klein beetje turbulentie moet ik echt al spugen en ben ik misselijk. Dus ja, misschien heeft het ook een kwestie nodig van tijd. Maar ik vind het vliegen nog steeds niet echt dat ik denk, oh wauw, leuk vliegen, we gaan, let's go of zo. Uiteindelijk zeg maar wanneer we echt in de lucht zitten en dat dalen en dat opstijgen hebben gehad. Dan denk ik, oké, okay, en dan kan ik wel een beetje weer aan hem komen. Maar daarvoor echt. En daarna, nee. Ik heb ook wat snackjes gekocht. Ik ben echt mega groot fan van De Mol. Dat is dit merk, De Mol. En die vond ik nu met lacritsi. Om een mooi vins. Met drop. Dus die wilde ik even proberen. Net eentje van gehad. Op zich wel lekker. Bijzondere combinatie. En ik kwam Dumbo fudge tegen. Echt niet, nog nooit van gehoord. Wel Dumbo, maar de fudge versie. Dus die ga ik ook even proeven. En ik had nog wat kleine zakjes chips voor dan de rest van de week. Als ik daar trek in heb. En anders gaat het lekker mee naar huis. Deze voor mee naar huis. Dit vind ik altijd echt mega lekker. Dan heb ik nog. Deze had ik wel een keer eerder gehad. Chocolwafels. Ook van Dumbo. Maar die kun je alleen maar hier kopen. Dus dan moet ik even inslaan. En volgens mij gaan die echt. Ja. Wat zie ik? Oh, ik zie augustus 2024 staan, dus daar kan ik even goed mee vooruit. Ik heb een toepla gehaald, dat is ook echt heerlijk. En even 2 blikjes cola voor als ik inderdaad hier zit en dorst heb, dan kan ik even 2 blikjes cola drinken. Dus dat heb ik allemaal gekocht, net bij de IKEA supermarkt. En het plan voor morgen wordt het Alba Museum. Yay! En
Skansen. Bij Skansen is een openluchtmuseum. Eigenlijk volgens mij het oudste openluchtmuseum. Dus daar ga ik sowieso heen. En het leuke daarvan is dat die helemaal in kerstsfeer ook is. Dus het is helemaal de sfeer, kerstmarkt. Ik heb er helemaal zin in. En uiteraard het Alba Museum. Dus daar ga ik me Alba trui voor aandoen. Dus kijk er nu even naar uit. Het is nu 8:30. Ik heb echt gevoel alsof het 11:00 is. Ik ben natuurlijk ook echt al sinds 4:15 opgestaan. Dus ik ga lekker dit mega unit van mijn bed induiken. Moet je nagaan, dat is gewoon... Mijn telefoon ligt daar. Kijk hoe klein mijn telefoon lijkt met dit bed. Ja, echt bijzonder. Ik heb dat eens uitgemeten. Ik kan dus van daar tot daar dus ook liggen. Dus ik kan eigenlijk in principe elke nacht kan ik een andere nacht uitkiezen. Of een andere kant uitkiezen. Maar dan zie ik jullie nog vanmorgen meer. Dan ga ik lekker slapen. En dan even morgen even kijken waar ik ga ontbijten. Heb ik ook maar van tevoren al opgezocht. Leuke tentjes. Dus ga er wat leuks van maken.